Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland. Er lijken ook wat opklaringen, maar dat klopt niet. Want er zit laaghangende bewolking en dat kan de satelliet niet zo goed zien. Heel lokaal kan de zon dus doorbreken, maar het is vooral bewolkt. Verder komt er in het midden en westen van het land ook mist voor. In het uiterste noorden en zuiden kan een spatje regen of motregen vallen. Ook vanmiddag moet je geluk hebben om de zon te zien. Het is vooral bewolkt, wel op de meeste plaatsen droog. Er staat weinig wind. Wordt 6 tot 8 graden. Vanavond in het zuiden met name weer kans op wat motregen. De rest van het land verwacht ik droge omstandigheden, maar het wolkendek blijft min of meer gesloten. En ook morgen hebben we ditzelfde weerbeeld. Bewolkt, nevelig, amper ruimte voor de zon. Temperaturen dan 5 graden in het noorden en 7 graden in het midden en zuiden. De wind blijft rustig, dus het is prima fietsweer. Dinsdag is dat wat minder het geval, dan gaat het vanuit het westen regenen. Eerste regen komt al tegen het ochtendgloren in Zeeland. In het noorden en oosten wordt de lucht koud genoeg ook voor natte sneeuw. Het is koud in het noorden, 2 graden, in het zuiden wordt het nog 5 of 6 graden. En vanaf woensdag krijgen we winterweer met 's nachts een lichte tot matige vorst.